vanaf 1945 houden wij Koninginnedag groots, eens in de vijf jaar. Het hele dorp is verlicht met lampjes, bogen, allerlei bogen, poorten, vlaggetjes. Het kost er nog moeite worden gespaard. Dit jaar iets specialer omdat de koningin nou eenmaal hier komt. Maar als je het wilt zien, ga je nu een rondje fietsen. Fiets je met me mee? Er staan allemaal bordjes langs de kant van de weg, die zijn genummerd. Dan kan je netjes de route volgen en dan rij je 10,3 kilometer door Wemeldingen en dan heb je alle straten gehad, dan heb je alles gezien. Volgens de route gaan we de nieuwbouwwijk in van Wemeldingen. Het Herdershoefje, dat is eigenlijk de makkelijkste wijk qua route. Je kan er maar op één plaats in en op één plaats uit. Hey! Zeg Patrick, doet iedereen mee? Ja, bijna het hele dorp doet mee. Behalve enkele huizen, zoals u aan deze kant kunt zien, nummer 37, die doen niet mee. Al file, hè? Al file en Wemeldingen, ja, ja. Dit gebeurt er als de mensen de route niet juist aanhouden, dan krijg je file in de dorpstraat. Moet niet gekker worden in Wemeldingen. Nee. Maar het is wel heel gezellig. En wij willen als Wemeldingenaren ook laten zien wat wij eens in de vijf jaar klaarmaken bij ons op het dorp. Tot ziens! Hey, en de volgende keer licht op je fiets! Kom goed!